zeg Kees, zeggen jullie Bob. Kees! Bob! Kees! Bob! Jij Bob! Maar voor wel als je dat betekent dat ik mis. Yo, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering Kook TV Backstage. Het is herfst, maar het zonnetje schijnt en ik loop er gewoon bij in mijn blote armen. Hoe lekker. Even terug naar de orde van de dag. Ik ga vandaag 4 tieners verrassen. Lucas, Bente, Sanne en Jessie. En 1 ding hebben ze gemeen. Naast dat ze natuurlijk bij elkaar in de klas zitten vanaf de eerste. Dat ze dezelfde vrienden hebben. Dat ze van hetzelfde eten houden. En ze zijn allemaal fan van 1 en dezelfde band. En dat is BTS. En die staan dit weekend hier in Amsterdam. Nou, met minder nieuws, want ze hebben helaas geen kaartjes kunnen bemachtigen. Dus dacht ik, oké, ik wil ze heel graag verrassen. Ik heb zelf geen kaarten, maar we kunnen natuurlijk wel een dag in elkaar hatsen flatsen. Geheel in het teken van K-pop. Let's go, oftewel Gaja. Ik zie die dames en die heer daar aankomen wandelen. Laten we er even heen gaan. Lucas, Bente, Sanne en Jessie. Heb ik het goed? Ja. Hoe is het met jullie? Goed. Hebben jullie een lange reis gehad? Ja. Ik ben Sherry van Kook TV Backstage. Wat gaan we vandaag doen, denken jullie? Geen idee. Jullie zijn allemaal diehard K-pop fan. Ja. Komt dat? Ja. Wat hebben jullie met K-pop muziek? Alles is gewoon heel perfect. En ik hou daar echt van. En jij? Nou, ze hebben echt heel veel talent in dansen en zang. En ze zien er altijd heel goed uit. Nou, weet ik natuurlijk ook dat jullie diehard fan zijn van de popgroep BTS. Klopt dat? Ja. En nou, dit weekend staan ze hier in Amsterdam. En helaas hebben jullie geen kaarten kunnen bemachtigen. Klopt dat? Ja. Dus ik dacht, hoe leuk is het om vandaag de hele dag alleen maar K-pop muziek te luisteren. K-pop muziek te inhaleren, op K-pop muziek te dansen. Wat vinden jullie daarvan? Oh ja. Nee. Vinden jullie dat vet? Ja. Oké, nou. De eerstvolgende locatie ga ik je nog niet vertellen waar we naartoe gaan. Kijk! K-pop! Locatie nummer 1. Kijk, echt niet jongen. Oh. Aangekomen in Amsterdam. Wat vinden jullie van dit vette gebouw? Echt heel mooi. Ja. De allereerste verrassing van vandaag is dat we namelijk Koreaans gaan leren. Oh. We gaan leren praten, leren schrijven van de master himself, producer, supergoeie muzikant, mega intelligent, Erik. Erik, de deur zit dicht. Dit wordt wel leuk. Dit wordt het. Take it away, wat gaan we doen vandaag? Nou, ik wil jullie eigenlijk wat Koreaans leren, want ik ben zelf songwriter, producer, ik schrijf liedjes voor andere mensen. Ik schrijf ook veel Koreaanse liedjes. Ik ben er zelf geweest en ik ga er volgend jaar zelfs wonen. En ik ben zelf ook van mega K-pop fan, dus vandaar eigenlijk. En hoe zeggen we dan in het Koreaans? Workshop. Oh, ja, workshop. Ja, onno is taal. Hangugo is Koreaans. Dit is A-I-O-U. Gacha! Het gaat super lekker daar binnen. En volgens mij hebben ze er mega veel plezier in. Maar ze hebben geen idee wat we voor de rest van de dag nog gaan doen. Ik vind het natuurlijk super sneu dat ze geen kaarten hebben kunnen kopen voor dit concert. Maar ik heb wat belletjes gepleegd. En ik heb dus kaarten voor ze geregeld. En ze hebben geen idee dat we gaan. Ik vind het zelf ook super spannend. Maar ik vind het vooral zelf ook heel erg leuk. Maar voor nu, sst. Vinden jullie het leuk? Ja. Vinden jullie het moeilijk? Ja. Jij zit ermee. Oh, yes. Okay. You're smart. Sorry hoor. Nou, ik dacht, we hebben niet het alfabet een beetje onder de knie. Ja? Dus dan kunnen we even de uitspraak nog een keertje doornemen met z'n allen. G. G. En dan een H. H. Ja, dan hebben we eigenlijk. De toets van meester Erik. Eens even kijken of jullie goed hebben opgelet. Wat staat er? Ja. De S, de I, de P. Ja, heel goed. Dat is het. Bogosipta, hebben jullie het wel eens gehoord? Bogosipta, wanneer heb jij het gehoord? Nummer van BTS. Ja. Bogosipta, dat betekent ik mis je. Kom dan hangen. Ja. Wow, dankjewel voor vandaag. Vonden jullie het leuk? Ja. Want ik heb nog wat leuks voor jullie in het petto vandaag. Zijn jullie ready? Yes. Ketchup. Zijn jullie ready? Ketchup. En Lucas, weten jullie waar we naartoe gaan? Nee. Wauw, benieuwd wat we vandaag gaan doen? Ja. Hey, je ziet een heel groot gebouw hier, je ziet gitaren, je ziet allemaal muzikale mensen. Enig idee
wat we gaan doen. Gaat er al een belletje rinkelen? Iets met muziek of zo. Iets met muziek. Nou heb ik voor vandaag een superleuke dame erbij gevraagd om jullie wat bij te brengen. Want dit is alweer zingnummer 2. Kijk eens, Nathalie! Hallo. Ik heb Nathalie er vandaag bij gehaald. Ze is mega fit. Ze is supergoed, maar nu hoor ik jullie denken, ja, maar wat gaan we dan doen? En waar is ze dan zo supergoed in? De Idol Challenge. Oh, ja. Ja, ja, ja. Het is dus gewoon echt een choreo die jullie gewoon moeten kennen. BTS. Ja, Idol Challenge is van BTS. BTS. En het is gewoon een zieke choreo, dus ik denk ja. Gaan we vandaag even doen? Ja. Zullen we naar binnen? Ja. Kom, we gaan naar binnen. Yes, oké. Okay. Let's go. Kom maar bij. Hij begint dus echt met een grote sprong. Die ga ik jullie even leren. Wat je doet is je tikt je knieën hoog aan. Zo, tik. Oké, op het moment dat je terugkomt, ga je handen naar beneden. Maar dat is je intro. Als je die niet voelt, kun je ook gewoon boem. Oh jee. Jongens, gaat het nog een beetje? Ja. Ja? Volgens mij, Lucas, jij bent helemaal in je zes. Ja. Ik zie het. Ja. Hoe ben jij gegaan? Ja, maar kijk, ik vind het eigenlijk super goed gaan. Want je ziet, je denkt eigenlijk van, oh ja, ik moet dit of ik moet het zo doen. En dan gaat het juist mis. Je moet het gewoon doen. Je moet gewoon voelen. Gaat gewoon goed. Gaat gewoon goed. Ja? Doen. Ja? Echt ja. Leuk, ja? Ik zeg Kate tegen jullie pop. Kate! Pop! Kate! Oké dan, zitten we weer in de auto. Hey, wie van jullie gaat er nog verder met K-pop dansen? Want volgens mij, Lucas? Ja, ik ga sowieso verder. Ja? Ja? Meiden? Ja? Gewoon thuis. Ja, gewoon thuis. Ja. Zijn jullie er zin in? Ja! Ja. Later! Hallo? Goeie, ja, bijna avond. Sherry-Ann? Hoi, Wonko. Ben je mee? Ja. Jullie gaan vanavond zelf koken. Koreaans koken. Ze zijn er helemaal stil voor. Hebben jullie überhaupt wel eens in de keuken gestaan? Nee. Kevin, deze is voor jou. Jij bent de assistent kok vandaag, of de sous-chef. Zullen we beginnen? Ja. Aan de slag. Oh ja, jongens, het is een wedstrijd, hè? Dit is de Koreaanse dolsel, stenen bol. Die gaat straks op zo'n pitje op tafel gezet worden. Hier op de bodem komt rijst te liggen. En alle groenten die jullie nu gaan aanzetten in de pan, die komen op de rijst te liggen. Maak daar een plaatje van, een schilderijtje. Er komt ook eigeel komt erop te liggen. En probeer Sherry-Ann te verslaan uiteraard. Hè? Zijn jullie een beetje moeilijke eters of eten jullie over het algemeen wel alles? Ja, ik eet gewoon best wel veel eigenlijk. Spinazie vind ik echt niet lekker. Vlees vind ik heel erg lekker. Spinazie! Dit is leuk, hè? Jij hebt lekker? Ja. Jij hebt wat anders dan stamppot, hè? Uur van de waarheid, ze lijken allemaal op elkaar en ze zien er prachtig uit, maar er kan er maar één de winnaar zijn uiteraard, hè? Ik vind deze heerlijk. Lieve schatten, patatten, ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad vandaag. En ik vind het superleuk dat we weer met elkaar kunnen eten. Dus eet smakelijk. Eet smakelijk. Wat was er nieuw vandaag? Nou, sowieso de Koreaanse taal leren. Ja. Dat schrijven vond ik wel leuk. Het schrijven, ja, dat was jouw ding, hè? Ik zag het. Hij stond helemaal aan. En wat vond jij van vandaag? Ja, dansen vond ik heel leuk. Ja. Vond ik echt gewoon het leukste van allemaal. Jij? Ja. Koken. Het koken. En wat vond jij het allerleukste? Ja, eigenlijk alles. Alles? Ja. Ik heb volgens mij voor iedereen wat leuks voor vandaag gehad. Hé, we hebben lekker gegeten. Korean Kitchen. Maar voordat we natuurlijk naar huis gaan, heb ik een heerlijk toetje gemaakt. Thuis gemaakt. Ik hoop dat jullie het lekker vinden. En ik hoop dat jullie nog een heel klein plekje in jullie maag hebben overgehouden van mij. Het is ook wel een beetje buitenland. Zij denken natuurlijk dat hier een exotisch staartje onder ligt. Nee, natuurlijk niet. Kaartjes voor de BTS. Zoals ze bij mij thuis altijd zeiden, toets
Ze. Met andere woorden, eet je toetje maar lekker op. Ah! Wat is het? Het is gelukkig. Geloof het niet. Het kan niet waar zijn. Wat is het, Lucas? Ik denk het voor BTS. Als ik het uitleg, ik ook wel. Alsjeblieft. Nou, als hij gaat huilen, ga ik ook huilen. Ik ben ook zo blij. Waarom word je er zo verdrietig van? Ik zag het niet aankomen. Wat zag je niet aankomen? Gewoon deze trucken. Jij dacht het woord hem even niet meer. En jij ook omdat het jou zo raakt en dat je er zo verdrietig van. Nou, vooral omdat mijn vrienden inderdaad zo blij op zijn. Wij moeten natuurlijk met z'n allen Bonko ook ontzettend bedanken voor vandaag. Want ons maag zit vol. We hebben genoten, we hebben wat geleerd. Ik zie dat jullie gaan afwassen omheen. Een lang gast richting het ziekenhuis. Want we gaan naar BTS. Hebben jullie een fijne dag gehad? Ja! Eindelijk aangekomen bij het ziekenhuis. Oh my god! Nou, volgens mij vinden ze het helemaal te gek. Dus laten we gaan. Hoe komt dat? Ik ben zo blij. Vind je het zo vet? Ja. En jij ook? Ja. Hoe komt dat dat je zo emo bent? Omdat het zo leuk is. We hebben heel veel leuke dingen gedaan vandaag. En denk jij, wauw, dit is echt heel sick. Ik wil dit ook. Dan kan dat. Laat dan gewoon even een berichtje achter wat jij leuk vindt. En wat je natuurlijk van deze video vond. Nou, geef me een dikke duim. Vergeet je belletje niet aan te zetten. En ga ons volgen op alle andere kanalen. En tot de volgende keer. Gotcha!